Wat brengt de toekomst voor jou, Sarah? Goh, dat zullen we in de toekomst zien. Maar ik stap dit jaar uit met heel veel motivatie om volgend jaar hier terug te staan en het beter te doen nog. Wat was het verschil met vorig jaar? Vorig jaar was het echt om te leren. Ik denk dat ik had toen geen ervaring. Ik denk dat ik gewoon al een grote stap heb gezet. En ik denk dat dat het grootste verschil is met vorig jaar, die stap vooruit. Waar wil je nog aan werken? Sowieso mijn positie. Serge heeft het vandaag in de auto veel gezegd. Ik denk dat mijn positie niet zo top was vandaag. Gewoon aan nog sterker worden op de fiets. Toch mooi in eigen land, hè? Ja, dat was prachtig. Dat was echt adrenaline. Dank. Ja, dankjewel.